Ja? Nou, we zijn hier vandaag eventjes bij een speciale locatie. Ik weet niet of je het programma kent, Baas Boppenbaas. Dat is hier ooit opgenomen. Nou, we hebben naar een beetje zoeken, een beetje speuren. Ik heb het vandaag gevonden, zeg maar. Vooral de hond uit. Ik heb vandaag stophoest mee, want ik ben verkouden geweest. Nou, daar zijn beesten die willen niet dat ik die boerderij zie. Want dit is namelijk de boerderij van Baas Boppenbaas. Binnenkort waarschijnlijk alleen op een stream. Keerhetonline.nl. Maar goed, die beesten die waren dus op elkaar eens kijken met mijn remmetfilm. Is dat mijn kast? Vooral die achterste. Nou, dit is dan dat kippenhok waar ze het waarschijnlijk over hebben gehad. Maar de reden waarom ik denk dat dit ook het huis is, dus ik herken die deur en die paadjes, ook de Klinkerstraat heeft ermee te maken. Nou, we hebben net even een oude foto ook opgezocht en dan blijkt dus ook dat die bomen, alles wat hier omheen staat, ook allemaal erbij hoort, zeg maar. Sweet. Veel mooier maar een goed, want anders... Ik heb dik, man. Sjoste! Sjoste, dat is Sjoste! 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 Die beest moet echt wel. Ik ben helemaal rustig. Helemaal. Vroeger baas, boppenbaas. Ik snap je dat. Heel stijl. Kost veel lekker tussen eten? Ja, dat is voor mijn west. Weet je ook dat misschien? Is hier vroeger baas Boppenbaas op nom? Ja, hè? Dit klopt, hè? Ja, zo. Nou hebben we de bevestiging. Dit is. Wie had vond? Wel kinderen we missen, hé, Tomme. Ik zei het al. Ik herkende het volk. In ieder keer, ik zeg dit zak. En toen herkende ik. Nou, hier is dus baas Boppenbaas opgenomen. Binnenkort een op een stream. Willen jullie het nou echt zien, vraag me dan even. Kijk even, eerder online komen. Hoe is het? Jongen, man. Hé? Die jongen, man. Goed, hè? Oh, ja. Vervolgens. Ah, ja, dit.